Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar EV-verhalen. Vandaag gaan we het hebben over de actieradius en hoe kan je zoveel mogelijk actieradius uit de Jaguar I-Pace halen. Per 1 september 2017 worden alle elektrische auto's, maar natuurlijk ook brandauto's, goedgekeurd via de typegoedkeuring voor de WLTP. De Jaguar I-Pace heeft een WLTP-waarde van 470 kilometer. Nu is dat natuurlijk een normering. Dat wordt gedaan door een onafhankelijke testinstantie. In de praktijk kan die waarde nog wel eens afwijken. Nou, hoe komt dat en hoe kunnen we daar het beste uit halen? Daar gaan we het vandaag over hebben in EV-verhalen. Er zijn 6 belangrijke factoren waar ik het vandaag met u over wil hebben. Nummer 1, de buitentemperatuur natuurlijk. Nummer 2, de instelling in de auto. Welke temperatuur selecteert hij daar? Nummer 3, de rijstijl. Nummer 4, de rijmodi van de auto. Kies die Comfort Dynamic. Nummer 5, het gewicht van de auto. En als laatste natuurlijk de verschillende ADAS-systemen in de auto die u kunnen helpen bij een adaptieve rijstijl. Laten we snel beginnen. Om te beginnen wil ik het graag hebben over de buitentemperatuur. De buitentemperatuur heeft natuurlijk ontzettend veel invloed op het verbruik van een elektrische auto. Waarom is dat? Nou, bij een brandstofmotor kan die eigenlijk alle warmte die de brandstofmotor genereert gewoon gebruiken voor het verwarmen van de cabine. Ook is het niet heel erg dat de brandstofmotor bijvoorbeeld rond de vriespunt zit. En dat is wel anders bij een accupakket. Een accupakket is eigenlijk net als een menselijk lichaam. De ideale bedrijfstemperatuur voor een accupakket zit tussen de 25 en 30 graden. Alles daaronder zal de auto automatisch het accupakket gaan verwarmen en daarboven natuurlijk koelen. De maximale temperatuur van een accupakket zit rond de 47 graden. Dus hij zal proberen zoveel mogelijk in de ideale temperatuurrange te houden. Is het bijvoorbeeld winter en het accupakket is flink afgekoeld, net zoals de cabine. Ja, het eerste wat u zelf ook doet als u in een koude auto stapt, is natuurlijk de temperatuur lekker hoog zetten en zorgen dat het snel warm en aangenaam wordt. U heeft daar een aantal instellingen voor. Laten we beginnen bij de accu. De accu heeft namelijk een behoorlijke tijd nodig om op te warmen. Daarvoor kunt u een vertrektijd instellen. Dan doet de auto dat namelijk voor u. Een ingestelde vertrektijd kunt u doen in het infotainment systeem of met de Jaguar Remote. Mijn advies zou zijn om het altijd in te stellen via het infotainment systeem. Dat werkt lekker vlot en snel en u kunt altijd de vertrektijden nog aanpassen of in- of uitschakelen via de Jaguar Remote app. Wanneer gebruikt u nou preconditioneren? Mijn advies zou zijn vooral voor de lange ritten. Voor korte ritten dus niet gebruiken. Als u een korte rit gaat maken, dan zal u natuurlijk veel energie gebruiken om te preconditioneren. Voor korte ritten zou ik eerder gebruik maken van bijvoorbeeld een stuur- of stoelverwarming. Als u dat beschikt, is gekozen optie. Deze twee opties gebruiken natuurlijk ook energie, maar daardoor krijgt u het wel aanzienlijk snel aangenaam warm als u een korte rit wilt gaan doen. Hou er rekening mee als die niet aangesloten is aan een laadvoorziening en u heeft een vertrektijd ingesteld, dan gebruikt u natuurlijk ontzettend veel energie. En u bent nog niet eens gestart aan uw reis. De actieradius zal dan in uw cluster aanzienlijk lager zijn dan u bent gewend, want de auto heeft een hoog verbruik en heeft weinig kilometers gereden. En daar die rekenformule gebruikt u eigenlijk om de actieradius te bepalen. Naarmate u die rit vordert, krijgt de auto eigenlijk door dat hij al cabine lekker voorverwarmd is, de accu voorverwarmd is. Dus uw verbruik over de rit, over het gereden kilometers gaat aanzienlijk snel omlaag. En de actieradius zal daarmee toenemen of dan wel gelijk blijven in de eerste kilometers van uw rit. Dus samengevat, korte ritten hoeft u niet voor te verwarmen. Plant u een lange rit dan altijd een vertrektijd in te stellen. Gaat u binnen een half uur van de ingestelde vertrektijd in vertrekken, geen enkel probleem, laat hem staan. Gaat u daar buiten vertrekken, dan kunt u hem gemakkelijk aanpassen met de Jaguar Remote app. Het derde punt wil ik het graag hebben over de rijstijl. De Jaguar I-Pace nodigt natuurlijk enorm uit om sportief te rijden. En dat kan natuurlijk makkelijk met de 400 pk over de twee elektromotoren. Er zit een elektromotor op de voorwielen en een elektromotor op de achterwielen. De elektromotoren bieden beide tevens als dynamo's.
Deze dynamo's kunt u ervoor zorgen dat u one-pedal driving kan toepassen. Wat houdt one-pedal driving in? Dat u eigenlijk zo min mogelijk de rempedaal nodig heeft om te rijden en deel te nemen aan het verkeer. Nou, los, die dynamo's worden automatisch geactiveerd en door de remenergie laat hij het akpakket weer bij. Maakt u geen zorgen, de achterlichten van de auto gaan automatisch aan als u uw rijpedaal loslaat en de auto remt op de dynamo's. Dus ook zonder rem gaat automatisch de remlichten van de auto branden als de auto snelheid mindert. Probeer eigenlijk in stedelijke gebieden de instelling toe te passen op hoog regeneratieve remmen en laag als u boven de 80 km gaat rijden. Als u een blaas hebt bijvoorbeeld bij het verlaten van de snelweg, dan zal die minder snel remmen, waardoor u een langere remweg heeft om optimaal gebruik te maken van het regenereren van de remenergie. Maar het belangrijkste eigenlijk voor de actieradius is dan eigenlijk wel de cruise control. Jaguar I-Pace is standaard uitgerust met cruise control. Mijn advies, zet hem altijd tot de maximum snelheid en probeer zoveel mogelijk constante snelheid aan te houden. En constante snelheid is natuurlijk af en toe wel lastig, zeker met allemaal files en andere mensen die willen invoegen of uitvoegen. En daarom is eigenlijk ook wel een optie adaptieve cruise control. De adaptieve cruise control zorgt met de radar in de neus van de I-Pace dat er eigenlijk automatisch afstand wordt gehouden van uw voorligger. Daarmee hoeft u eigenlijk zelf helemaal niet meer daarom zorgen te maken en de auto remt en accelereert voor u. Het is wel een van de meest toch comfortabele functies voor een elektrische auto. Die constante snelheid is ontzettend belangrijk. Probeer daarom ook inderdaad zo min mogelijk stil te staan en eerder de auto altijd in beweging te houden. Want natuurlijk zo'n zware auto, wat elke elektrische auto neemt, een enorme accupakket met zich mee aan gewicht. Om dat weer in beweging te brengen, dat kost natuurlijk ontzettend veel energie. Dus probeer die auto zoveel mogelijk in constante snelheid te houden en te remmen op de dynamo's. Nummer 5 waar ik het over wil hebben is natuurlijk gewicht van de auto. Met gewicht denkt u misschien automatisch aan dakdragers, een fietsendrager en wellicht golfspullen achterin de auto. Uiteraard, maar ook misschien wat minder bekend is natuurlijk de wielen. Het mooiste is natuurlijk aan een I-Pace de grootste wielen, 22 inch, 20 inch, 18 inch. Maar hou er rekening mee, hoe groter de wielen, hoe hoger ook het verbruik is. Het kan wel oplopen tot 15% extra verbruik. U kunt natuurlijk kiezen tussen winterwielen bijvoorbeeld op 20 inch te zetten en nu bijvoorbeeld uw zomerbanden op 22 inch te zetten. Zo speelt u toch een beetje met het verbruik, want in de winter is het verbruik gewoon eenmaal hoger door het verwarmen van de auto. En als u dan kiest voor toch wat kleinere wielen, compenseert u toch zo weer het grotere verbruik van de auto. Wat ook belangrijk is, van de banden. Natuurlijk zit een automatische sensor in de auto die de bandenspanning controleert. De fabrieksopgave adviseert eigenlijk 2,5 bar op de banden. Mijn persoonlijke advies zou zijn en ook het gebruik van de auto te doen te verminderen is eigenlijk 0,2 bar erbij te doen. Zelf rijd ik op 2,7 bar. Het rijdt prettig, maar je zult ook zien het energie mij ook omlaag. Als laatste wil ik nog heel even hebben over de rijmodi. Ik had het net al genoemd: eco-modus, comfort-modus en dynamic-modus. Nou, deze modi verschillen natuurlijk aanzienlijk in het verbruik van de auto. Mijn advies zou zijn daarom ook: gaat u een langere rit doen, schakel dan zo snel mogelijk terug naar de eco-modus. U heeft dan gewoon minder verbruik en u kunt meer rijden. Wat een andere vraag is die vaak gesteld wordt in eco-modus is: Niels, waarom kan die niet altijd starten in de eco-modus? Nou, dat komt net zoals met de actieradius. De auto heeft een typegoedkeuring volgens de WLTP. En die wordt gedaan in een comfortstand. Als deze auto namelijk altijd weer zou starten in de eco-modus, of die keuze is daar voor de klant, dan zal die ook weer een nieuwe typegoedkeuring moeten krijgen en daarmee dus ook wel weer een andere actieradius. Daarom start de auto altijd in comfortmodus, maar u bent altijd zelf vrij om te kiezen tussen dynamic voor de korte ritten of eco voor de langere ritten. Hiermee kom ik alweer aan het einde van de tips en tricks. We hebben de 6 punten behandeld, nogmaals resumerend op een rij. Als eerste en belangrijkste punt is het preconditioneren van de auto. Probeer dit eigenlijk alle dagen van de week te doen als u een lange rit heeft gepland. Heeft u geen lange rit gepland,
Dan hoeft u hem ook niet voor te verwarmen. Dan kunt u hem ook eventueel voorverwarmen via de app rechtstreeks, via de Jaguar Remote app. Let wel, als u dat doet en geen vertrektijd instelt, dan zal hij alleen de cabine voorverwarmen en niet het accupakket. Hij zal ook niet het accupakket voorverwarmen als u niet aangesloten bent aan een laadvoorziening. Twee is eigenlijk de instellingen van de auto. Probeer altijd tussen de range van 18 en 21 graden de auto in te stellen. Zet hem niet veel kouder of niet veel warmer, want u zult zien dat het aanzienlijke ingreep heeft op uw actieradius. Als derde punt is natuurlijk deelname aan het verkeer. We hebben het kort gehad over de cruise control en de additieve cruise control. Nummer 5 is natuurlijk het gewicht. Denk aan de bandenspanning en de grootte van de wielen. En als laatste punt de verschillende rijmodi. Mijn advies nogmaals is eigenlijk bij een lange rit altijd kiezen voor de eco-stand. En voor de korte ritten natuurlijk geniet van, want het is een Jaguar, de Dynamic Mode. Hoe kunnen we nu zien of alles wat ik verteld een beetje klopt? En daarom gaan we nu een ritje plannen van omgeving Schiphol naar Antwerpen. En dan ga ik eigenlijk al deze tips die ik net heb gegeven in de praktijk toepassen. Kijken wat voor effect het heeft op het verbruik van de Jaguar iPad. Inmiddels ben een half uurtje verder, de grens over, streng controle, goed. Goed op weg, we zijn er bijna, 233 km actieradius, nog steeds een eco. Even kijken hoe we hier daarvoor staan, ja, we weten 62 en 56% als we aankomen. Looking good. Zover zo goed. We hebben onze bestemming bereikt. En nog 221 kilometer over. Heel even kijken hoe we het gedaan hebben. 555. Ziet er goed uit. Dus gemiddelde snelheid 86 km per uur. Toch wel wat verloren bij de grensovergang. Gemiddeld gebruik 21,4 kWh per 100 km. Over een trek van 165,1. Dus, netjes.